één begrip is heel erg belangrijk in jouw boek. En dat is eigenlijk het resultaat van jouw denkprocessen, jouw reizen. Je hebt overal ter wereld, van Jordanië tot New York, van Zaandam tot Jeruzalem, heel opvallende en prikkelende optredens georganiseerd. En je hebt veel gelezen en hierover nagedacht. En toen kristalliseerde zich dat uit in relatie tot de problemen waar we voor staan, tot het idee van de kunstenaars mindset. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Ja, puur met kunst kwam ik er niet. Want bij kunst denken we heel snel aan schilderijen, composities, literatuur enzovoort. Eigenlijk aan objecten. En die zijn vaak het resultaat van een heel proces. En in het proces zit ongelooflijk veel rijkdom. En die kunstenaars mindset die staat eigenlijk voor dat hele proces. En die staat voor met een frisse blik de wereld zien, gevoelens toelaten, maar die ook omzetten. En op basis van die gevoelens misschien op een andere manier weer naar de wereld kijken. Op een andere manier gaan denken en natuurlijk gaan creëren. Dus het is een creatieve houding. Het is ook een scherpe, observerende houding. Maar het is ook een idealistische houding. Nou, en dat alles, ja, dat werd de kunstenaars mindset. Ja. En waarom hebben we die nodig om, zoals de ondertitel van jouw boek zegt, de wereld te redden? Nou ja, ik geloof dat we nu redden van de wereld. We kijken enorm natuurlijk naar de politiek of naar grote multinationals die heel veel kunnen beslissen of waar geld wel of niet wordt geïnvesteerd. En dat is ook echt hoe de wereld nu gemaakt wordt. Daarbij sta je als mens al snel in een soort van op een zijspoor of aan de zijlijn. En ik geloof dat dat doodzonde is. Dat we daar juist enorm veel kunnen doen in onze directe omgeving. En dan bedoel ik niet zozeer dat je je afval scheidt of een zonnepaneel koopt. Het is ook vooral het vertellen van verhalen. Dus ook het uiten van je waarden eigenlijk. En datgene wat er echt toe doet. En om dat te uiten, dat is dat ook een soort een creatieve houding. En dat is ook besmettelijk. En ik geloof dat we daar enorm veel, het is een soort potentie in heel veel mensen van idealisme, maar het blijft een beetje verborgen. En ik denk dat het nodig is om het gewoon naar buiten te brengen. En dan merken we van elkaar van, oh, jij ook hier? Ben jij ook al idealist? Ben je ook al uit de kast? Nou.